Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Het is nu net 9:30 geweest. Ik heb net gedoucht en het is eerst tijd voor koffie. Ja, dat was een erg goede hoek waaronder ik aan het opnemen was. Het is dus woensdag. Het is eerst tijd voor koffie en daarna gaan we even wat opruimen. Ik heb ook een nieuw meubel geprobeerd te maken. Ik had nog wat hout over van een oud project. En ik wilde een tv-meubel, want ik ga wat dingen in het huis veranderen. Namelijk, deze tv-meubel is eigenlijk een kastje op poten. Dus die komt hier met schilderijen boven. Dan komt daar de tv-meubel die hier staat. De rest van deze video zal met een voice-over te zien zijn. En de inspiratie voor deze video komt van de talloze video's die online te zien zijn van mensen die hun huis opruimen. Op de een of andere manier vind ik dat echt super rustgevend, maar ook inspirerend. En iets waar ik aan moest denken hierbij is het feit dat ik als student vaak ging opruimen als ik eigenlijk moest studeren. Ik ben begonnen in dit boek Plato Symposium. En ik zag toevallig op de achterkant hoe goedkoop hij ooit was toen hij gekocht is door de originele eigenaar. Oké, na het lezen van ongeveer 10 bladzijden uit het symposium ben ik even gestopt. Want de informatiedichtheid is echt enorm. En ik moet wel zeggen, ik heb me voorgenomen om iets minder zelfhulpboeken te lezen en iets meer ook filosofische boeken. Want het is zo inzichtelijk, als je het bijvoorbeeld hebt over alledaagse dingen die door je hoofd spoken of gesprekken die je hebt. Zeker nu we net een pandemie uit zijn, merk je gewoon dat een heleboel filosofische theorieën heel veel inzichten kunnen geven over dingen waar je sowieso al dagelijks over nadenkt. Met zelfhulpboeken, die ik ook super nuttig vind, is dat gewoon iets minder inzichtelijk en iets meer actiegericht, om het zo maar te zeggen. Maar nee, ik heb laatst een filosofisch boek gekocht. A History of Western Thought. Die dus een beetje door de geschiedenis gaat van de filosofische ontwikkeling van het Westen. En dit is waarschijnlijk gewoon een soort, hoe noem je dat? Een soort tekstboek. Dus het is waarschijnlijk niet heel makkelijk om te lezen, maar ja, het is iets waar ik echt meer over wil leren. Omdat het zoveel implicaties heeft voor hoe we vandaag de dag ons leven leiden in het Westen. Dus waarschijnlijk wordt dit een meerjarenplan, maar zeker interessant. Dan ga ik het vuil wegbrengen en loop ik naar de papier- en glasbak om te recyclen. Om een goede burger te zijn, besluit ik om het kastje in de grond ver te zetten. Het heeft ongeveer 3 uur nodig om te drogen, dus op die manier kan ik hem dezelfde dag nog schuren. En misschien zelfs in de kleur grijs verven. Wie weet. Dan heb ik ergens tegen de middag best honger, omdat ik nog niet ontbeten heb. Dus maak ik even deze bal met rijst, ei, spinazie, wat bosbessen. En nieuwe aflevering van House of Dragon is uit. Dus die kijk ik terwijl ik eet. En ik verbaas me keer op keer weer over hoe donker deze serie opgenomen is. Dan ga ik vervolgens aan het werk. En ik neem eerst nog even stiekem een theelepel Nutella. Omdat ik geen lekkere snacks in huis heb. Wat ik ook heb ontdekt laatst is matcha. Een matcha latte. Hier probeer ik een matcha latte te maken. Ik vergeet er echter iets zoets in te doen. Dus als ik een slok neem, smaakt het eerder naar glas aarde dan wat anders. Maar met een beetje maple syrup is het super lekker. Al vraag ik me dan wel af hoe nuttig het is om dit te drinken in plaats van koffie, gezien de suiker.
Nou, vervolgens ga ik aan de slag met een nieuwe blogpost. Tegen de tijd dat je deze video ziet, is die waarschijnlijk wel online. En ben ik vervolgens de rest van de dag vergeten te filmen. Ik ging dus op weg naar Paradiso in Amsterdam om dan daar dit concert te gaan. Hiatus Kaiyuri, een van mijn favoriete bands ooit.